Sugeng dalu Bapak saha Ibu pamirsa lan pamirsa. Lan sugeng ketemu meneh ing acara Bawan Sabda ing malam iki. Piye kabare kabeh sedulurku, sehat lan slamet to? Ya hayo muga-muga kabeh sehat lan slamet, sing ijik ginanjar sakit ya muga-muga bisa wis krasa kepenak lan tak dongake ing kala waluya, sing ijik nandang susah lan sedih tak dongake tipis anggone le sedih lan tak suwun bisa diparingi kuat karo Gusti. Hayo padha lungguh lan mirengake apa sing bakal disuguhake ing wengi iki. Een van harte goedenavond en een van harte welkom bij deze aflevering van Wawan Sabda. Ik heet u van harte welkom en ik hoop dat u een goede werkweek achter de rug heeft gehad, een weekend tegemoet gaat. Ik wil u herinneren aan het volgende. Het programma Wawan Sabda is reeds een paar maanden in de lucht. En de bedoeling van dit programma is om aan organisaties op maatschappelijk, cultureel, sport en sociaal gebied de gelegenheid te bieden hun activiteit te promoten. Daarnaast geven wij ook voorlichting op het gebied van de gezondheidszorg. Het programma is tweetalig. Bij de oprichting van eerst Radio Garuda en later TV Garuda is er door de directie en zeker door de oprichter gemeend om de taal, de Javaanse taal, te koesteren, te behouden, te promoten. Vandaar dat deze uitzending of de afleveringen tweetalig zijn. Zo er wordt gesproken in de Nederlandse taal, dan zal ik het proberen te vertalen in de Javaanse taal en omgekeerd. Bij het programma of bij de aflevering van de vuilverbranding is er een heel aandachtige luisteraar of kijker geweest en die heeft het volgende gezegd. Ik zei bij de vuilverbranding Otongopong Raket. Maar raket is in dit geval een zelfstandig naamwoord. Dus dan is het Javaans woord raketan of larahan. En ik zei ngopong raket, terwijl raket in dit geval, zoals ik het zei, als bijvoeglijk naamwoord kan worden gebruikt. Maar ik bedoelde het zelfstandig naamwoord. Dus geen vuil verbranden wil zeggen otjo ngopong raketan utawa larahan. Ik wil deze kijker heel hartelijk dank zeggen voor zijn bijdrage. Kritiek? Nee, daar praat ik niet over. We praten over bijdrage, omdat elke bijdrage kan helpen om mijzelf te verbeteren, maar dan ook naar u toe uit te komen wat de Javaanse taal betreft. Blijft u dus de uitzendingen volgen, serieus en ernstig en aandachtig. En zo er iets is dat u wilt bijdragen, dan mag u altijd bellen naar 45-4926. Ja, dus ojo ngopong reketan utawa ojo ngopong opong-opong larahan. Dat is het woord, geen vuil verbranden. We zijn bezig met een nieuwe item dan in deze aflevering. Drugs. Iedereen heeft wel eens te maken met iemand in de omgeving, in de familie, die drugsverslaafde is of drugs gebruikt. In dit kader heb ik in de studio vanavond mevrouw Elvi Marto di Cromo. Ze is verantwoordelijke van de Polykliniek Verslavingszorg van het PCS, Psychiatrisch Centrum Suriname. Met haar gaan we over het een en ander praten. Want we merken toch nog steeds dat er veel mensen zijn, ik wil niet zeggen van jongeren, want ik weet niet of ik hen onder jongeren ook mag noemen, die drugs gebruiken. Mevrouw Elvi, van harte goedenavond en van harte welkom. Ja, dankjewel. Ja, bedankt dat u tijd heeft ingeruimd. Ja, ondanks, geen dank hoor, ja, ik doe het wel graag. Oké, ondanks uw drukte op de poli. U bent verantwoordelijke van de Polykliniek Verslavingszorg PCS. Jawel. Wat is uw taak daar voor de poli zelf? Oké, laat me eerst beginnen wat Polykliniek Verslavingszorg zelf is. Oké. Het Psychiatrisch Centrum Suriname heeft een cluster verslavingszorg.
Dus aan ieder die iets wil weten over verslaving, kom dan bij ons terecht. Ja. Gaat het om voorlichting? Gaat het om informatie? Heb je zeg maar informatie nodig voor een scriptie? Dan kom je dan naar ons toe op de Polykliniek Verslavingszorg. Voor voorlichting, voor trainingen, voor preventie, daar zijn wij dus ook voor. Ja. Wij zijn dus ook voor mensen die een gebruiksprobleem hebben. Alle mensen die zich bij ons aanmelden, die ondergaan een medische, tevens psychiatrische screening. Ja, de psychiater houdt dus poli bij ons en alle mensen met een gebruiksprobleem, die komen dan naar hem, die gaan ook naar hem. En afhankelijk van zeg maar de bevindingen, dan gaat er een advies uitkomen. Is het advies ambulante hulpverlening? Dus de mensen hebben misschien wel een gebruiksprobleem, maar ze wonen nog thuis, ze werken nog of ze gaan nog naar school. Dan is de ambulante hulpverlening op de polykliniek verslavingszorg. En die begeleiding wordt dus door counselors gedaan. En dat duurt 3 tot 4 maanden. Ja. Dat je dus op basis van ongeveer 1 keer in de week dan naar ons toe komt. Hoe komen zij bij u terecht? Worden ze verwezen? Komen ze uit hun vrije wil daar naartoe? Een groot deel komt dus meegebracht of verwezen door een derde. Okay. Zij het de school, de werkgever, de huisarts of de familie. Mm. Ja, dus die worden vaak aangemeld. Het zijn heel zelden personen die zelf komen. Ja, dus die zijn dan voor de groep, voor de ambulante hulpverlening, die blijft dan op de polykliniek verslavingszorg. Maar je hebt natuurlijk ook een categorie mensen wiens verslavingsprobleem wat ernstiger is. Oh. Ja? Dus daar zal het advies zijn, laat je opnemen in de detoxificatiekliniek. Dat zijn dus de 2 afdelingen van de cluster verslavingszorg van het Psychiatrisch Centrum Suriname, waar mensen terecht kunnen voor hulp als ze dus erin zitten. Oh, ja? Het is een hele organisatie. Het is een hele organisatie. Je hebt natuurlijk ook een andere categorie mensen die verslaafd zijn en ook nog psychiatrisch zijn. Ja? Dus daar gaat de afweging gemaakt worden. Wat is op dat moment het grootste probleem? Wat is verslaafd zijn en psychiatrisch zijn voor de ja, kijkers? Dus we noemen ze dubbele diagnose. Er zijn mensen die verslaafd zijn aan drugs. Ja? En tegelijkertijd ook lijden aan een vorm van een van die psychiatrische aandoeningen. Okay. En die dubbele diagnose patiënten... Daar wordt dus ook een screening gemaakt van wat weegt zwaarder. Als de verslaving zwaarder weegt, dan gaat die persoon naar de detoxificatieafdeling. Maar als psychiatrie dan ernstiger is op dat moment, dan wordt die persoon opgenomen op de observatieafdelingen, mannen of vrouwen. Okay. Is de aanloop groot? De aanloop naar clusterverslavingszorg, daar praten we over ongeveer iets meer dan 200 mensen op jaarbasis die de weg naar ons toe vinden. En die wij dan zo, begeleiden. En hulp bieden. Toch? Want kijk, het is afhankelijk ook van de hulpvraag. Wat wil de cliënt? Ja? Soms strookt het niet met wat wij in feite adviseren. Maar we geven dus aan van dit zijn de mogelijkheden, denk daarover na. Want ook als we adviseren opname, maar die persoon wil niet, dan gaan we, want het is een vrijwillige opname, we kunnen mensen niet dwingen. Nee. Maar hoe is het met de leeftijd gesteld? Zijn het meer jongeren, ouderen, volwassenen bedoel ja. ik? Kijk, de grootste groep mensen die wij krijgen, dat zijn toch wel zeg maar de groep tussen de 30 en de 50 jaar, wat drugs betreft. En over welke drugs praten wij hier? We hebben het dan over marijuana, over cocaïne, heroïne en ecstasy. Je hebt dan de combinatiegebruikers ook van marijuana en cocaïne. Dus de grootste groep die we hebben is nog steeds marijuana en dan de cocaïne en dan die combinatie. We hebben enkele heroïne gevallen. En de ecstasy, dat is dus nu in opmars, zeg maar. Wat is ecstasy? Ecstasy, dat zijn synthetische middelen. Ja. De uitwerking is een combinatie-uitwerking waarbij mensen gaan hallucineren en stimuleren. Oh ja.
Ja, dus het heeft een hallucinerende en stimulerende uitwerking. En die gebruikers zijn er ook? Die gebruikers zijn er ook. Die heb je voornamelijk, helaas, jonge mensen. Ja, hè? Ja. Dus in Suriname zien wij ook een trend waarbij ecstasygebruik in opmars is bij jonge mensen. Ja. Ja, voornamelijk jonge mensen. Dus ergens is er wel een soort beweging te merken, ja, waar ecstasy zijn weg heeft gevonden naar jonge mensen. Aan de andere kant is het wel zo dat als je begint te gebruiken, dan ben je niet op u en ik leeftijd meer. Dan waren we stukken jonger. Dus je experimenteerfase, en dat is dus, kan in leeftijd zijn tussen de 15, 20, misschien ietsje ouder. Ja? Daar ga je het een en ander experimenteren. Oké, u gebruikt het woord experimenteren. Dat is mijn volgende vraag. Wat gebeurt er eigenlijk? Wat leidt ertoe dat een mens drugs gaat gebruiken? Wat kunnen de redenen zijn bij onderzoek? Want ik neem aan als iemand zo een drugsgebruiker bij u aanmeldt, zich bij u aanmeldt, dat er een gesprek vooraf is, toch? Nee. Waarom ben je begonnen om drugs te gebruiken? Ja. Sommigen nemen het als een kick, maar zijn er ook andere redenen waarom men drugs is gaan gebruiken? Ja, er is een theorie voor. En van daaruit werken wij ook. En dat is dat biopsychosociaal model. Het is niet maar één reden dat maakt dat mensen drugs gebruiken. Het is een combinatie. Ja, je persoonlijkheid, ja, hoe je bent, hoe noem je dat? Ben jij iemand die bijvoorbeeld niet tevreden bent met jezelf, maar steeds naar meer op zoek bent, naar het andere? Ja? Dat is juist aantrekkelijker. Ja, dus je bent steeds op zoek naar nieuwe belevingen. Dus nieuwe gevoelens, zeg maar. Dus als je zo'n type bent en je bent in een setting waarbij je vrienden bijvoorbeeld gebruiken of in je buurt wordt gebruikt. Ja, dat is dan je omgeving die in feite een stimulans is geweest voor het gebruik. En dan krijg je dan die combinatie van hoe je zelf bent, je omgeving. Ja, en dan niet eens zozeer je thuisomgeving, maar ook omgeving van daarbuiten. Je school, je vriendenkring, de buurt waar je bent opgegroeid. Ja, dat is, dus omgeving moet dan wel een beetje ruim gezien worden. Dus daar zijn, zeg maar, stimuli aanwezig. En bij alles opgeteld kan dat maken dat jij drugs gaat gebruiken of drugs blijft gebruiken. Oké, dat is ongeveer, onder andere een reden. Ja. Maar depressie of whatever. Maar soms ook als men in problemen zou zitten. Ik noem maar wat, na een scheiding, na een gebroken relatie. Bestaan die dingen ook? Bestaan die redenen kijk, ook? Als je het kent, als je dat gevoel kent van een glaasje alcohol, een jonko of drugs, waarbij het een kalmerende en een relaxte uitwerking heeft op jou, dan is de kans groot, laat me het zo zeggen, is de kans groot dat jij ook op alle andere momenten in je leven waarbij je in een dip bent en je dan zoiets hebt van ik kom nu even niet uit, ja, dat je dan zal gaan grijpen naar het glaasje alcohol, naar die marijuana of daar naar begint andere, het. Ja? Ja. Dus je hebt al ervaren dat het gebruik van hen in je jonge jaren een goed gevoel heeft gegeven, een prettig gevoel heeft gegeven. Het heeft je gekalmeerd. En dan ga je dus, als er iets gebeurt, dan ga je dat terug, je gaat recallen, je gaat terugroepen en dan ga je het gebruiken. Okay. Dus als je al een functie hebt gegeven aan dat middel, je hebt het dan is het natuurlijk heel moeilijk, omdat je steeds ernaar gaat grijpen als je... Ja, wie heeft geen problemen? Wie heeft geen stress? Ja, zeker toch? Wel. Ja. Zeker. Dus dan grijp je ernaar en dan blijf je natuurlijk, zeg maar, je leven zo daarmee je problemen oplossen. Op die manier. Er zijn wel mag ik het zo zeggen? Ja. Afkikmogelijkheden. Ja. Ja, toch? Jawel. Want ik las laatst, een paar maanden terug,
En ik ben er bijzonder trots op. Een meneer die ook is afgekikt en zijn bul heeft gehaald aan de universiteit. Ja. Dus het kan wel. Die wil moet aanwezig zijn. Kijk, je kan van alles herstellen. Ja. Het is natuurlijk moeilijker om zeg maar uit een belabberder situatie te komen dan aan het begin van je gebruik. Maar het is net als alle andere ziektes zo, toch? Dat is zo. Je moet het niet kweken totdat het heel ernstig wordt of zo. Dus kom het liefst bij beginnend gebruik, waarbij er nog geen excessen aanwezig zijn. Kijk, wanneer relaties al kapot zijn, wanneer het al damage heeft aangebracht, schade heeft aangebracht aan jouw lichaam, dan is het natuurlijk wat moeilijker om eruit te komen. Maar je kan wel altijd eruit komen, omdat elke dag dat je niet gebruikt, is een winst voor jouw lichaam, maar ook voor je relaties. Dus als u en ik zo ver van elkaar zijn en we moeten weer nader tot elkaar komen, zeg maar, u bent mijn moeder, ik ben de gebruiker en alles is verpest. Elke dag dat ik niet gebruik, brengt mij dichter bij u. Ja, klopt. Dat klopt. En u bent ook bereid een stapje naar mij toe te maken, want je ziet van, ze elkaar tegemoet best komen. Ja. Mm. Over het algemeen, we zien vaak zwervers. Mag ik vragen, zijn zwervers ook drugsgebruikers? Of enkelen van hen, zijn ze ook drugsgebruikers? Of is het een andere categorie? Kijk, bij zwervers, bij dak- en thuislozen, zoals ze genoemd worden, dan heb je verschillende categorieën. Ja? Oh. Dus zeker een deel is gebruikt drugs. Ja? Er was wel een onderzoek geweest bij de start van Bureau Dak en Thuislozen. En daar was meer dan de helft druggebruiker. Okay, Dus hoe ver het nu is, moet nagegaan worden. Maar je hebt een deel die psychiatrisch is. Een deel is verslaafd. Een deel heeft gewoon geen dak boven zijn of haar hoofd. En je hebt combinaties. Ja? Dus je hebt mensen die psychiatrisch en verslaafd zijn. Je hebt mensen die psychiatrisch en thuisloos of dakloos zijn. Of je hebt mensen die verslaafd zijn en thuis en dakloos zijn. Of je hebt ze alle drie. Ja. Ja? Resumerend kunnen we zeggen dat drugs sowieso van invloed kan zijn op jezelf. Of nadelig kan zijn voor je gezondheid, voor je omgeving, voor de familie. Mag ik het zo stellen? Jazeker, kijk. Drugs heeft niemand goed gemaakt. Nee. Toch? Wat we zien is juist de donkere kant. Ja? Zullen er goede kanten zijn van drugs? Alles is er natuurlijk een goede en een lichte en een donkere kant. Toch? Maar die donkere kant, dat is dus zo funest voor de ontwikkeling van de persoon, voor de familie, voor de omgeving. Ja, dus in feite, hoe minder mensen drugs gebruiken, hoe beter dat is voor een samenleving. Okay. We kennen de gevaren van drugs, we kennen de gevolgen van drugs. Maar we zullen, zeker als medium, maar u ook als zorgverlenende, altijd blijven die voorlichting geven, altijd oproepen. U heeft vanavond de gelegenheid om een boodschap uit te spreken naar de mensen toe. Ja. En zoals u zegt, de ecstasy begint ingang te vinden of heeft al ingang gevonden. Wil ik u vragen om die boodschap nu toe te roepen aan de jeugd, de jongeren, zoals u zei, alstublieft. Oké, laat mij alvast beginnen om de jongeren echt een warm hart toe te spreken. Ik ben ook moeder. En wat moeders meemaken van gebruikers, dat gun ik geen andere moeder, laat me het zo zeggen. Jongeren zou ik willen adviseren. Je weet dat drugs niet goed is voor jou. Dat weet je. Ja? Maar toch gebruiken mensen het. En hoe zou dat kunnen? En dat heeft te maken met de hele periode waarin jullie nu zijn. Onbezorgdheid, gezelligheid, vrienden onder elkaar. Voor de kiek. Ja? Uit nieuwsgierigheid, willen weten hoe het proeft. Niet onder willen doen voor andere vrienden van je. En je gaat dat meedoen, terwijl je in feite diep in je hart je weet dat het niet goed is voor jou. Niemand is een keer opgestaan en heeft gezegd, ik wil een,
een verslaafde worden. Ik wil een druggebruiker worden. Dat doet niemand. Toch? Aan het begin is het nog chillen. Is het nog gezellig. Ja? Lachen, fato nemen met elkaar. Maar het kan heel snel gaan. En dan ga je je school achterwege laten. Thuis botert het ook niet tussen jou en je ouders. En laten we eerlijk zijn, in deze tijd, als je geen goede educatie hebt, kom je ook niet ver. Welke andere jobs blijven dan nog over voor jou? Ja. Natuurlijk ongeschoold werk. Of werk waarbij je niet veel kan verdienen om vooruit te kunnen komen. Ja? Dus de schade van drugs is 1, geprojecteerd op jou. En 2, op je directe omgeving. En dat is dan je familie, je ouders, dat huis waarin je vandaan komt. Want kijk om je heen, mensen die drugs gebruiken, die worden niet geaccepteerd in de familie. Die leven aan de zijkanten. Worden niet meer uitgenodigd op feestjes. Ja? Mensen praten lelijk over jou, kijken op je neer. Je hoort in feite niet in je familie meer thuis. En dat voel je ook. En wat doe je? Je gaat dan steeds met je vrienden die ook drugs gebruiken, die ga je dan optrekken. Dus ik zou je adviseren, denk erover na. Als je nu al gebruikt, laat me het zo beginnen. Als je nog niet gebruikt, hou het zo. Als je nu al gebruikt, kom naar ons toe. Kom naar Polykliniek Verslavingszorg. Ga naar je huisarts. Bespreek het met je ouders. Bespreek het met mensen waarop je heel goed bent. Vertrouwenspersonen. Ja? Praat erover. Ga ermee voor hulp in principe. Want het gaat je nergens brengen. Ja. Ja? Dus dan zijn er ook nog, als jullie niet naar ons toe zouden willen komen, dan kan je ook nog online kijken. Maar alleen is bij online, op het internet, is het in feite bedoeld voor mensen die al heel erg diep zijn gezonken. Ja, dus heel ernstige problemen hebben. Maar er zijn misschien jongeren die ouders hebben die gebruiken, of een oom, of tantes, of buren. En jullie zijn toch altijd op internet? Wie heeft geen internet nu? Dus je kan iemand ook bijstaan. Ja? Behalve dat je niet moet gebruiken, kan je ook nog iemand bijstaan. En dat is belangrijk. En je kan dus gaan naar hier, www.ehelp.sr. Ja, dit is dan de website. En daar kan je dus, zeg maar, je problemen kan je dan daar bespreken, anoniem. Niemand weet wie je bent. Maar jij bent niet de gebruiker, maar je helpt iemand. Een ander. Ja, want jij bent, jongeren zijn zo makkelijk op het internet, weten hun weg te vinden, maar ouderen meestal niet. Dus doe ook een bijdrage. Okay. Dat is wat ik heb. Dat is een hele mond vol, maar ik denk dat u dat heeft gesproken meer als, ik hoor de moeder erin. Want er zijn vele moeders die struggelen met kinderen die verslaafd zijn. Ja. En de woorden die u heeft gesproken moeten hen geraakt hebben. Inderdaad, als ze al gebruikers zijn om hulp te zoeken. En als er nog geen gebruikers zijn, ver van af blijven. Ja. Ik wil u bedanken. Ja. Heel hartelijk dank ook voor de wijze woorden. En in uw job heel veel succes. Ja, dank u wel. Ja? Ja. Oké. Okay. Iku mau kapewe spoto krumu tewe songko ibu Elvi Marto di Kromo yen druksiku ora ape. Mestine papa utawa ibu duwe anak, duwe ponaan. Iku ora kudu isin. Sufe seh ni te schame toch? Nee toch? Ora kudu isin tiko leke pitulungan nenggon PCS. PCS kono talan Leticia Fris de Lan, talan Ponrojo. Tiko leke pitulungan amerko yen hurung erg banget. Bisa entuk pitulungan tenimbang kok wis kadung wis erek wurung sing sedih ya bapak lan ibu sing susah ya sedulur samaha ana sing wis duwe apa iku wis duwe gesin wis duwe kerabat wis duwe iku kerjanane nek dong iso ilang ning sedulure ya wis wegah bumui
ya ora diundang nek ana apa wae, ya golek pitulungan amarga drugs iku ora apik. Ma blumedun plantje zijn wel drugs voor mij. Dat, daar mag ik wel verslaafd aan zijn, toch? Mag wel. Mag wel, toch? Aan de andere kant. Ja, ik ben zo vaak, ik ben in de natuur bezig en zo, dus het is wel gezond. Ja, dus verslaafd zijn aan bloemen mag wel, toch? Ja, ja, nou, toch? Ja, ik zou niet zeggen verslaafd zijn, maar je mag wel van bloemen houden, ja. Uh-huh. Nee, bij mij is het echt een verslaving. Echt, ja. Kan geen bloem zijn, kan geen plant zien. Ja. Maar verslaafd aan drugs is sowieso niet goed. Ja, ja? Okay. Dus ik wil ook nog aan de mensen zeggen dat als ze toch wel contact willen maken met ons, wij staan inderdaad Kepong Rojo. Kepong Rojo. Is Cultuurtuinlaan of Letitia Friesdelaan nummer 1. Yeah. Als u dus vanuit de Gravenstraat komt, is het eerste gebouw, geel gebouw aan die linkerhand. En ons telefoonnummer is 411011. 411011, ja, makkelijk. Bel als er iets is of zo. En dan kan er afspraak gemaakt worden. Die collega pitulungan yang mesti nen duwe anak utawa sedulur sing ai dhewe nek ngomong ah iku jongki ya aja dikanggokke tembung iku ya ngomong iku ngangkokke drugs ya di collega pitulungan. Matur nuwun nogmaals een hartelijk ja, dank. Ja, het was een aangenaam gesprek. Ja, graag gedaan. Dat was dan voor dit eerste gedeelte, waarbij we spraken over drugs en de gevaren, maar ook dat er hulp is voor drugsgebruikers.